Dames en heren, hartstikke leuk dat wij onderdeel mogen zijn, deze kinderen onderdeel mogen zijn van dit geweldige programma. Voor u staat de tuinmeubelknallers. Willem, Justin, Cabello en Rinke. Zij zijn winnaars van het programma De Masterclass Ontluikend Ondernemen. Ik ben van de stichting Ontluikend Ondernemen, wat een programma verzorgt, een masterclass verzorgt op basisscholen. Dit jaar hebben 14 scholen, zo'n kleine 30 groepen meegedaan, waarin wij de groepen begeleiden gedurende 8 lessen in het bedenken van een idee. Vervolgens dat idee omzetten in een ondernemingsplan, om vervolgens hun idee, dat plan, te pitchen voor een deskundige jury. Nou, dat is een hele happening, dat zult u begrijpen. Wij zoeken enthousiastelingen die met ons meebouwen aan dit fantastische programma. Er zijn scholen, steeds meer scholen die hieraan meedoen. Het is een initiatief van het bureau M-Force. Inmiddels doet de Rabobank als sponsor mee. En het bedrijf Roots doet als sponsor mee. Wij hebben gemeente Zaanstad enthousiast gekregen. Dat zal zijn betekenis gaan krijgen in het programma. En het doen inmiddels scholen mee van Arnhem, Rotterdam, Papendrecht, Leusden. De winnaars zijn uit West-Knollendam van de Theo Thijssen School. En ik wilde vragen uw aandacht voor deze fantastische jonge ondernemers. Het ontluikend talent van Startup Nederland. Geef ze een warm applaus. Nou is het voorstel dat jullie deze microfoon krijgen. En degene die wat zegt, die spreekt erin. En als de volgende aan de beurt is, dan geef je hem even aan de ander, oké? Okay? Aan wie mag ik hem als eerst geven? Okay. Wij zijn de tuinmeubelknallers. Wij zijn dus de tuinmeubelknallers. En we maken... Doet hij het? Oh. En we maken onze lounge sets volgens de nieuwste trends. Ik ben Cabello, ik ben de directeur. Ik kies het ontwerp van Willem en doe ook nog de inkopen. Ik ben Willem, ik ben directeur van Financiën en ik maak de ontwerpen. Ik ben Rinke, doe de reclame en help met bouwen. Ik ben Julian, ik doe marktonderzoek en help met bouwen. Ons product, waarom eigenlijk? Nou, het is bijzonder, want de meeste mensen hebben lounge sets van Nepriet. Wij gebruiken recycled hout voor stijgroot. Dat is al een keer gebruikt en dat gebruiken wij dan weer opnieuw. Wij gebruiken het meeste duurzame houtsoorten. Hout in houtsoorten met een keurmerk of uit Zweden of elke boom die we kappen wordt gelijk weer opnieuw geplant. Onze lounge sets worden gemaakt volgens de nieuwste trends en het wordt ook nog op maat gemaakt. Onze klanten, wie zijn dat? Mensen die bewust kiezen voor duurzame tuinmeubelen en daar bereid zijn wat meer voor te betalen. Dat kan een particulier zijn, maar ook bedrijven. Wat hebben we? De houtsoorten die we het meest gebruikt zijn stijgroot, doeklashout en vurenhout. De verbindingen die we gebruiken zijn houtlijm, spijkers, RVS-schroeven, staat voor roestvrij staal en bouten en moeren. De gereedschappen die we gebruiken zijn een decoupeerzaag, een cirkelzaag, een schuurmachine, een hamer, een boormachine, een kwast en een meetlat. De afwerkingen zijn altijd lak en soms verf. Waar zijn we goed in? Wij zijn goed in het maken van duurzame lounge sets naar de wensen van de klant. Met wie werken wij samen? Wij werken samen met Meubel van Nu, die heeft ons in het begin heel erg geholpen met het ondernemersplan. En we werken ook nog samen met Carebo, die kan voor shirtjes en petjes met ons logo erop maken. En we werken ook nog samen met Bouwcenter Floris, daar halen we ons hout en er staat ook onze showroom. Marketing, hoe gaan we het verkopen? Eerst naamsbekendheid krijgen via social media. Dat houdt in, als bijvoorbeeld ergens een klusje doen, zet iemand op Facebook hoe we dat gedaan hebben. En zo gaat het in een kringloop rond, dat iedereen dat ook
tegenkomt. En zo maken wij reclame zonder dat we het zelf doen. We delen flyers uit met kortingsbonnen. De kortingsbonnen kun je bij ons inleveren en dan krijg je zoveel procent korting. Ook verloten we kleine dingen, zoals een voetensteuntje op Facebook. En iedereen die een like geeft, kan dan kans maken op zo'n voetensteuntje. Maar ook als je het niet wint, willen ze het dan misschien wel kopen. Winkel of webshop? Wij hebben voor een webshop gekozen, omdat een winkel, daar moet je ook inrichten. En het kost ook allemaal gas en stroom. Dus daarom hebben wij een webshop gekozen. We bezorgen voor wat extra's, maar je kan het ook gratis afhalen bij Bouwcenter Floris. Dit is misschien wel het belangrijkste van deze hele onderneming. Het financieel plan. Ik ga het even met u doornemen. Daarbovenin hebben we het uitgangspunt. Dat hebben we gevraagd bij een echte specialist, Meubel van Nu. Die vertelde ons dat er 80 meter hout in één lounge zit. 8 uur werk. We verwachten dat we 100 stuks per jaar gaan maken. En de verkoopprijs wordt €975. De kosten per lounge set. Het steigerhout kost in totaal €220. Het schuren kost in totaal €140. Klein materiaal €25. Loon per uur werknemer €120. We huren iemand in omdat we zelf nog niet heel ervaren zijn en we zijn nog kinderen. We helpen wel mee. Maar ja, omdat we... Ja, dus... totaal exclusief BTW is dan €505. En dan de opbrengst is €975 en weer minus de BTW is dat €805. Dan is de winst per stuk €300. Omdat je het kan laten vervoeren. Je kan het ook gratis afhalen. Alleen als je het vervoert kost dat €75. Voor ons maar €50 en dan maken we nog een beetje winst op. Dan hebben we hier alles per jaar. Dat is de bruto winst €30.000. We verwachten dat we 50 stuks moeten bezorgen. Dus dan maken we dan weer €1.250 winst op. En dan is de bruto winst per jaar €31.000. En dan gaan we naar de algemene kosten. We huren een deel van de loods. Kost €200 per maand. €2.400 per jaar. Verzekeringen €600. Gereedschappen €1.000. Website hosting en domeinnaam kost €250. Reclame, folders, labels €500. Laptop, printer, internet €400. Telefoon kostte €120. Dan komen we op een totale kosten van €5.270. En dan is de netto winst per jaar €26.000. Dit bedrag gaan we gelijk weer investeren in het bedrijf. Waardoor het bedrijf weer hopelijk 2 keer zo groot wordt. En dan gaan we 200 maken. En zo willen we steeds doorgroeien tot een groot bedrijf. Bedankt. Ja. Wie heeft er een vraag? Was best wel duidelijk, hè? Jeetje. Hij is in ieder geval beter dan mijn presentatie. je gaf net al aan, je bent zelf kinderen. Ik neem aan dat jullie ook niet de apparatuur zelf gebruiken. Of wel? De zaagmachines en zo. En als vader zijn, dan word ik daar een beetje zenuwachtig van. Oké, dankjewel. Misschien wil je nog heel kort even zeggen wat je net zei, want dan kunnen de mensen thuis ook nog even horen wat je zei. Over de machine, of je die gaat gebruiken? De machines gebruiken we alleen als het veilig gaat en niet als we nog onervaren mee zijn. Dankjewel. Ja. Wacht nog even met je antwoord dan kom ik aangerend. Heb je al een lounge set verkocht? En wat zijn de eerste ervaringen? Zal
We hebben nog niks verkocht. De bedoeling is natuurlijk van wel. En dan hopen we dat we het zo snel mogelijk, zoveel mogelijk hebben. Ah, nog een vraag. Als jullie zoveel geld gaan verdienen, krijgen jullie dan ook nog een beetje salaris eigenlijk? Wie wil deze vraag beantwoorden? Ja? Ik ben van de vragen. Het is zo, we weten het nog niet zeker. Als we gaan investeren, willen we eigenlijk zo groot mogelijk worden. Stel voor, op een gegeven moment is het natuurlijk een stoppunt. De markt is niet oneindig groot. En dan zeggen we van, nou is het genoeg. Alleen waarschijnlijk maken we ondertussen nog wel wat winst. Nog wel wat voor onszelf. Alleen heel erg hebberig zijn we nog niet. Nou, dat was wel een hele mooie afsluiting, maar ik zie dat er nog één vraag is. Oké, jullie zijn natuurlijk specialist in het pitchen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd welke pitch van die andere 7 die jullie gezien hebben, welke pitch geven jullie nou 3 punten? Dat is wel een hele goede vraag. Oeh, spannend. Oh, dan moeten we even overleggen. Wie gaat het zeggen? Cheers? Nee. Spreek ik het goed? Ja. Er was nog één vraag. Ja, dat is de laatste. Ja, ik weet niet of jullie het blaadje gezien hebben, maar wij mochten iedereen 1 tot 3 punten geven voor hun pitch. Maar mag ik jullie 4 punten geven? Ik vind dat jullie het echt heel goed gedaan hebben. Kan jij het geven? Ja, deze jonge ondernemers. Ik ben ook bij de ontluikend ondernemer geweest. Waar inderdaad jullie de concurrentie hebben verslagen. We hebben een klein presentje voor jullie. En alsjeblieft, dan kunnen jullie nog een keer samen met z'n vieren naar de bioscoop. Alsjeblieft. Hartstikke goed, bedankt. Ja.